Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een chit-chat video, dus we gaan lekker gezellig kletsen over mijn ooglidcorrectie. Want ik had vaak de vraag gekregen van, is het nou, hoe ziet het er nu uit? Heb je last van littekens? Hoe zien je littekens eruit? Is het makkelijk om foundation erop te doen? Allemaal dat soort vragen. Had je veel last van je ogen? Ging je oog tranen? Al die vragen ga ik vandaag beantwoorden in deze video. Oké, laten we bij het begin beginnen. De reden waarom ik een ooglidcorrectie heb gedaan is omdat mijn oog best wel ver overheen hing. Mijn oog eroverheen hing. Klopt niet helemaal. Mijn vel van mijn oog best wel ver overheen hing. Het heerst. Het zit in onze familie, dus bijna everybody has it. Mijn moeder heeft het ook laten doen. Toen zei ze tegen mij van, nou, het begint al vrij te hangen bij jou. Wil je het doen? En toen dacht ik van, ja. Ik ga het doen. Ik was er gewoon klaar mee. Ik kon geen eyeliner meer op. Je zag helemaal geen diepte meer in mijn ogen. En ik dacht gewoon, nee, nu is het klaar. Het is tijd om dat te gaan doen. Dat is de reden waarom ik het heb gedaan. Oké, aantal weken verder dacht ik van, nou, ik ga het doen. Ik heb het van mijn moeder gekregen. Super lief. Mijn moeder zei, nou, ik ga alvast een afspraak voor je maken. En dan kun je daar naartoe gaan. Top. Ik heb er ook niet veel over nagedacht. Want ik weet, als ik over dingen na ga denken, dan zie ik alleen maar rampscenario's. En dat wil ik echt gewoon totaal niet. Dan word ik helemaal... van, dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik heb gewoon gedacht, ik doe het en ik zie wel, ik laat het op me afkomen. Voilà. Ik doe het gewoon. Ja. Dus op een gegeven moment gingen we naar de kliniek toe. Een aantal weken verder. Ik heb het dus bij de huisartsenkliniek laten doen. Super lieve mensen. Mijn moeder heeft het daar ook laten doen. Het is in Westervoort. De reden waarom ik het niet gewoon in Amsterdam heb laten doen is omdat ik... Ja, hier zijn er wel meerdere die dat doen. Maar ik dacht, nou, mijn moeder heeft het daar laten doen. Dan ga ik dat ook daar laten doen. Prima. Wat dat betreft ben ik gewoon lekker een ezel. En volg ik de crowd. Dus op een gegeven moment kwamen we daar aan en ging ik daar zitten. Ik had er wel een intake van tevoren. En toen vroeg ze van, nou, wat wil je precies en wat verwacht je van ons? Nou, intake ging helemaal goed. Ik heb verteld wat ik verwachtte, wat ik wil. Dat ik weer gewoon eyeliner op wil doen. Dat ik weer gewoon lekker make-upje op kan doen. En dat mijn ogen wat meer sprankelen. Ik had er trouwens geen last van. Het hing niet eroverheen. Ik kreeg geen hoofdpijn ervan. Die vraag had ik ook gekregen. Dat niet. Het was echt gewoon cosmetisch. Ik vond het zelf gewoon niet mooi. Dus dat was het. Op een gegeven moment waren we daar na de intake, een paar weken verder, even doorspoelen. Toen ging ik daar liggen en ja, we begonnen eigenlijk nog met een gesprekje. Hoeveel ging er weg? Volgens mij hadden ze 4 mm bij mij weggehaald, maar weet ik niet zeker meer. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet ook niet hoe ik dat erg, waar ik dat vandaan. Nee, ik weet het niet meer. Dus daar moet je niet aan vastbinden. Maar ze hadden wel in ieder geval best wel veel weggehaald. We begonnen met snijden. Je voelt er echt niks van. Je krijgt de vloeistof in je ogen. Je ogen zijn echt super mega dik. Je krijgt van die oompa loompa, van die kikkerogen. Maar op zich, je voelt niks. Althans, ik voelde niks. Wat ik vervelend vond, is als ze het dicht gaan branden, dat je een soort van geur ruikt. Dat ruikt echt heel smerig. En je krijgt van die plaatjes onderaan je rug, zodat het stroom, zeg maar, door kan gaan. Doorglijden. Je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon dat plaatje. Het is een zilverplaatje. Dat gaat onder je rug. En dan kan het stroom zijn weg vinden. Weg uit jouw lichaam. Dat vond ik het enige wat ik heel erg vervelend vond. Op een gegeven moment voel je wel echt een druk. Wanneer ze dat dus dicht slijpen. Ik zeg het maar even slijpen. Daar leek het op. Slijpen. Dus dat vond ik wel vervelend. Omdat ik die druk voelde. En dat vond ik gewoon niet fijn. Maar gelukkig was dat heel snel klaar. Weer naar huis. En was alles gedaan. En toen had ik 2 hele dikke ogen. Ik kreeg mijn ogen ook niet dicht. Ik kon mijn ogen ook de eerste 3 dagen niet helemaal dicht doen. Er kwam heel veel tranen, heel veel viezigheid. Dus dat was allemaal normaal. Viezigheid. Ik heb echt, denk ik, 2 weken daar last van gehad. Dat ik iedere ochtend wakker werd met heel veel vuil bij mijn ogen. Op den duur wordt dat ook minder. Hoofdpijn had ik ook wel. Druk op mijn hoofd had ik ook wel. Maar niet heel erg dat ik echt me ziek voelde of zo. Dat niet. Ik heb wel mijn rust genomen. Dat wel. Want ze zeiden ook echt niet bukken. En dat heb ik ook echt niet gedaan. En mijn moeder zei ook dit. Niet bukken als je bukt. Oh wee. Dus ik mocht echt niet bukken. Ik schrok wel de eerste dag. Moet ik heel eerlijk zijn. Er nogal heftig uit in mijn beleving. Ik dacht echt van wow, mijn ogen gaan niet dicht. Is het wel goed dat ik mijn ogen niet dicht kan krijgen? Daar word ik blind of zo. Nou, echt dat soort rampscenario's gingen door mijn hoofd. Toen zeiden ze al van nou, weet je, je ogen niet dicht krijgen is niet erg. Druppel gewoon af en toe een beetje en klaar. Nou, ik heb niet gedruppeld. Want ik ben helemaal, ik wilde niet mijn wond infecteren met iets. Dus ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. Ik heb gewoon moeder natuur zijn werk laten doen en
Ja, ook heb ik geen zalfjes genomen of voor de littekens. Ik heb gewoon echt moeder natuur de werk laten doen. Littekens, ja, die heb ik nog. Die heb ik nog steeds. Het wordt dan wel steeds minder. Make-up had ik niet meteen gedaan. Omdat ik toch best wel panisch ben wat dat betreft bij je oog en met make-up en een wond. Ja, ook al was het al wel een litteken, want we waren hier denk ik al 2 weken, 3 weken verder. Dat wilde ik nog niet. Dus ik heb heel lang gewacht met make-up opdoen. Maar uiteindelijk toen ik make-up opdeed, zag ik wel echt mega verschil. Vooral toen ik mijn mascara opdeed, dacht ik echt van wow, ik had het echt veel eerder moeten doen. En ben ik er nu echt super, super blij mee dat ik het heb gedaan. Ik zal heel even een close-upje doen van hoe het er nu uitziet. Je ziet nog wel een klein littekentje hier. Niet heel erg goed zichtbaar meer. Het is ook nog een beetje rood. Dit is nog niet mijn eigen huidskleur. Het is nog een beetje dikker. Ik heb alle vertrouwen in dat het nogal wegtrekt. En dat mijn eigen kleur, huidskleur daar wel weer bij komt. Ook heel voorzichtig mee ben is de zon. Want anders krijg je echt van die lelijke donkere plekken. Vooral mijn pigment. Ik heb een bruine huid. Ja, ik weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen. Als ik puistjes heb, dan worden mijn vlekjes ook, kijk, zoals hier, worden ze heel snel donker. Dat is echt mijn pigment. En echt een zonnebril op heb gedaan wanneer ik naar buiten ging. Wanneer de zon scheen. Gelukkig scheen de zon niet echt heel erg veel. Eigenlijk bijna niet. Het regende alleen maar. Dus had ik geluk mee gehad. Genees het ook wel heel erg snel. Na een weekje mocht ik al gaan sporten. Ik ben ook na anderhalf week heb ik genomen dat ik weer ging sporten. Hechtingen waren eruit. Dat is ook echt een super goed gevoel. Alsnog, wanneer de hechtingen eruit zijn, kan je niet in je oog wrijven. Dat moet je echt niet doen, want het is nog super gevoelig. Fijn dat je hechtingen eruit zijn, want die beginnen op een gegeven moment echt heel erg te jeuken. Zoveel jeuk dat ik hier een keer zo erop ging drukken. Dat iedereen zei, niet krabben, hè? Ik heb stiekem af en toe wel gekrabd. Ja. Heel stout. Wat mijn mening is en mijn ervaring erover is, is dat ik echt super blij ben dat ik het heb gedaan. En dat ik echt totaal geen spijt heb. Op het begin, toen het zo dik was en ik van de auto uitstapte, dacht ik wel, oh my god, Mer, wat hebben we gedaan? Maar daarna dacht ik, ja, ik heb het nou eenmaal gedaan. Dus ja, ik heb die keuze al gemaakt, dus we gaan er gewoon voor. Dag 2, dag 3, het werd ook enorm blauw. Eén oog was heftiger dan het andere oog, dat sowieso. Ik had echt 2 hele verschillende ogen die totaal verschillend reageerden op de behandeling. Eentje was echt zo van, wow, vet shit, we gaan snel genezen. En de ander had echt zoiets van, gewoon blauw. Het is gewoon lelijk. Ook bewust niet de jongens van school afgehaald, omdat ik me best wel schaamde voor zo'n blauw oog. Mensen maakten al grapjes van, hey, die vent van je heb je toch niet... Dus ik dacht, nou, om roddels te voorkomen, wacht ik wel even totdat het wat neutraler wordt, mijn oog. Uiteindelijk is het ook best wel snel voorbij gegaan. Ik ben echt super blij dat ik het heb gedaan. Als ik het nog een keer die keuze, als het dus terug moest gaan in de tijd, zou ik het weer doen. Ondanks dat ik het best wel spannend vond, zou ik het wel weer doen, want ik ben er echt blij mee. Weer eyeliner op kan doen, ook al moet ik weer oefenen met eyeliner, want ik ben niet meer zo goed in eyeliner opdoen. Nu lijkt het net alsof ik 1 streep zo neerzet, dus ja. Maar ik kan het. En daar gaat het om. Dat was mijn doel. Dat doel heb ik behaald. Dat mensen er zelf aan denken om het te doen, is mijn advies. Als het goed voelt bij jezelf, moet je het doen. Je moet natuurlijk wel er zelf achter staan. Als je het echt wil, zeg ik altijd ja, doe het, weet je. Maar als jij twijfels hebt en je weet het niet, dan zou ik het niet doen. Bij twijfel zou ik het gewoon niet doen. Ondanks dat ik zelf ook twijfels had, maar ik heb het toch gedaan. Maar ik geef ander advies dan dat ik mezelf opvolg, maar oké. Je moet gewoon doen wat goed bij je voelt. Dat bedoel ik meer te zeggen. Ja, doe wat je happy maakt. Ik vind, ja, als moeder natuur je die geluk niet heeft gegeven, dan betaal je ervoor. Ja, heel simpel. Ik ben niet zo oordelend over dat soort dingen. Ik vind dat ieder mens moet doen waar hij zich gelukkig bij voelt. En ik vind dat ieder mens er prachtig uitziet. Hoe diegene eruit ziet. Met het lijf dat je hebt. Met het gezicht dat je hebt. Maar als je wat wil veranderen, doe het gewoon. Als jij er blij mee bent. Als jij je goed voelt. Ik merk ook soms als ik wat video's kijk over mensen die plastische chirurgie, dat ik echt denk van wauw, wat een haat zit eronder. Ik denk, laat mensen gewoon lekker in hun waarde. En laat iedereen gewoon lekker doen wat hij wil doen. Ik denk dat wel mijn boodschap is. Tot nu toe heb ik alleen mijn ogen laten doen. Ik zit nu nog niet erover na te denken om nog iets te laten doen. Want mijn ogen waren wel echt een last voor mij. Maar ja, we zien wel. Als sporten niet lukt en ik ben helemaal dat ik vet weg moet laten zuigen. Nee, grapje. En vergelijk jezelf nooit met anderen. Vergelijk jezelf alleen met jezelf. Zodat je niet onzeker daarover wordt. Dus ja, voor degene die het willen doen, do what makes you
happy. En hier wil ik ook mijn video bij afsluiten. Heb je nog vragen hierover of wil je nog meer weten hoe mijn ervaring was? Hier plaats ik mijn Instagram. En hierop kun je me gewoon een DM'tje sturen met al je vragen wat je wil weten. Ik beantwoord altijd alles, dus... Spam. Heb een hele fijne en leuke dag. En ik zie jullie dinsdag weer. Vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hier of hier te klikken. En een dikke vette duim omhoog te geven. Doei doei!